Hij staat aan de deur van je hart en hij klopt en hij zegt, mijn zoon, laat me toch binnen. Want ik verlang naar, hoe kan dat nou? Hoe kan God verlangen naar zulke monsters als wij zijn? Dat is het geheim van Gods rechtvaardigheid en Gods liefde. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ga in, mijn vriendin, ga naar binnen. En u zult het proeven en smaken dat God goed is. Voor mensen die de dood verdiend hebben. Ik doe vanmorgen geweld. Ik doe geweld op je geweten. En zeg straks niet. Wat een ernstige preek had hij vanmorgen. Was toch wel erg bewogen. Het was erg emotioneel. Het heeft me zo geraakt. Maar u draait u zelf om. En u vervolgde uw weg. En die leidt naar het eeuwige verderf. En je hebt straks 100 ernstige preken gehoord. Serieuze preken, bewogen preken. Maar je hebt je niet bekeerd. Dan ga je straks voor eeuwig verloren.